Vandaag zijn we hier in Boorschot, waar we een bezoek brengen aan de vloekende boer van Vlaanderen. Blijven kijken. Dat is toch een schoon streek, hé? Godverdomme, miljarden, tjuh! Dat kun je niet geloven. Hoe ben je in de theaterwereld terechtgekomen? Ja, hoe ben ik in de theaterwereld? Ik ben van huis uit. Mijn vader bedoel ik, die was een toneelrecensent en die schreef in de krant. En mijn moeder, die was een Vlaamse schrijfster. Dus ik ben eigenlijk met lettertjes gemaakt en ik ben zo helemaal in die ambiance opgegroeid. Dat wil zeggen, mijn vader die had gratis kaarten voor heel wat de Schouwburgen in het Antwerpen. Ik ben een Antwerpen. En vanaf jongs af aan, dus dat moet zeggen vanaf mijn 6, 7 jaar of 8 jaar, ben ik naar het jeugdtheater in Antwerpen gegaan. En even later, dan al vanaf mijn 11, 12 jaar, naar de KNS Antwerpen, want daar had hij dan ook kaarten voor. Zodanig, ik was helemaal toneel-minded als ik jong was. En als ik de school verliet, en ik heb die verlaten voor ik mijn diploma van de middelbare studies heb afgemaakt, omdat ik mij geëngageerd heb bij jongeren die zich bezighielden met voordrachten geven, gedichten voordragen en vooral van Ostein en zo. Dus ik heb daar samen mee een groepje opgericht en dat heette Scherzo. En van daaruit is dan ontstaan dat hij mij zegt, maar ben je niet geïnteresseerd om toneel zelf te spelen? En ik zei, ja natuurlijk. En er was iemand bij die toen destijds speelde in een gezelschap dat in Brussel resideerde. En van daaruit opvoeringen gaf in heel Vlaanderen. En daar hebben ze het mij dan aan voorgesteld, dat was namelijk het Vlaamse Schouwtoneel onder leiding van Etienne de Bel. En ik werd dus voorgesteld hier in het Antwerpse aannemen en die vond mij direct geschikt om daarbij te komen. En dat is dan mijn start geweest dus. En dan spreek ik van 1957. En dan in 1957 heb ik dus mijn eerste voorstelling in een professioneel theater gedaan. Ja. En dat wil zeggen, dat was dan in de open lucht aan het kasteel van Rumbeke in West-Vlaanderen. Dat vergeet ik niet, omdat dat dus mijn allereerste opvoering was. Ik ben dus bij dat gezelschap gekomen in 1957 en in 1958 ging dat gezelschap op tournee door Belgisch Congo. De staat subsidieerde dat, opvoeringen te gaan spelen in de kolonie voor de Vlaamse kolonialen daar. Wij maakten daar een tournee van 7 weken. Ik was 19 jaar. Je kan je wel voorstellen, dat was voor mij een sprookjesreis natuurlijk. Vliegtuig in, vliegtuig uit, boot in, boot uit en zo heel Congo rond. Maar op die moment was ik toch niet tevreden, omdat ik dacht, ik wil mijn stijl, want toneelspelen vind ik een stijl als een andere. Ik denk, ik wil dat goed leren en ik wil die studies daarvoor doen. En dan heb ik dus dat gezelschap na dat Congo-tournee verlaten en heb ik mijn ingangsexamen gedaan in de studio van het Nationaal Toneel. Dat heette toen zo, maar dat is al later de studio Herman Terlin. Ja. Hebben ze die naam gegeven. En daar heb ik dan mijn diploma gehaald met grote onderscheiding. En dan werd ik geëngageerd door de KNS in Antwerpen. Voilà, dat is in een paar zinnen heel mijn start geweest van mijn loopbaan. Ja. En dan ben je nadien verder gegaan? Ja, daarin. Ik ben eerlijk tegenover mezelf ook. En ik heb daar niet ongelooflijk goed gepresteerd. Die eerste 4 jaar ben ik daar geweest op de KNS. Maar ik kreeg daar ook niet de rollen die voor mij direct geschikt waren. Want daar moet je ook nog wat geluk voor hebben. En dus na die 4 jaar werd ik overgeplaatst naar het jeugdtheater. Omdat het gezelschap moest krimpen. Dus en dan ben ik dus in het jeugdtheater terechtgekomen, dat dan later de titulatuur Koninklijk Jeugdtheater kreeg. En daar ben ik bij gaan spelen. Maar daar was ik dan ook niet zo gelukkig mee, alleen maar voor de kinderen te spelen, wel dat heel fijn was en ik deed dat graag. En dan ben ik onmiddellijk mij gaan aanbieden aan het Fakkeltheater in Antwerpen. Dat is een kamertoneel. En die zagen het ook wel zitten dat ik bij hen kan spelen. En zodoende ben ik dan in het theater, in het Fakkeltheater terechtgekomen. En zo steeds maar verder in verschillende theatertjes, te weinig overdag dus, want dat was een dagwerk, in het jeugdtheater speelde. En van daaruit is dan ontstaan dat ik Ruud de Ridder leerde kennen en met hem samen heb ik dan het Echt Antwerps Theater opgericht.
Maar dan spreken, dan zijn we dus al in 1981, we het opgericht en in 1982 zijn we daarmee beginnen spelen. 1982, dan was ik ben van 38, dan was ik al 44 jaar als ik daarmee begon te spelen. Maar ik speelde daar alle hoofdrollen. En dat had een ongelooflijk succes in het Antwerpse. Op het moment dat wij kaarten begonnen te verkopen, wij speelden in Arenberg hier in Antwerpen, stond er een rijtot op de rij en kwam er politie aan te pas om dat in goede banen te leiden. Dus dat was een ongelooflijk succes. En zo is dan, want die moet je nog verder gerold grond, totdat ik eigenlijk een beetje in ruzie kwam met mijn compagnon Ruud Rieder, omdat ik niet meer overeen kwam met hem. En dan ben ik daar weggegaan en ben ik naar de Studio's Amusement gegaan. Ja. Die toen opgericht werden, maar een enkele jaar. In Bordnieuwbeek. En dan is eigenlijk mijn allergrootste succes begonnen, want ik heb daar eerst de Bompa-reeks mee gespeeld natuurlijk. 100 afleveringen. En dan had ik een idee, want het idee is helemaal van mij, van die Onkel Jeff, om dat te brengen. En ik sprak daarmee met Herman Verbaat, dat is de directeur van de Studio's van Amusement. En die voorzag dat ook wel zitten en ging dat verdedigen bij VTM en er kwam een toelating om een eerste reeks op te nemen. Ja. En de eerste reeks waren dan 17 afleveringen en ik sprong daar natuurlijk een gat in de lucht. Ja. Ik was zo blij als ziet dat ik dat mocht doen. En dan zijn we begonnen met de Kozeum Igor Fernandje. En dan heb ik dat is een onwaarschijnlijk succes geworden. Maar ik was in het begin wel een beetje bang, want ik vloekte en ik spuugde en ik spuugde en ik dacht, wat gaan de mensen daar nu van zeggen? Hè? Maar na 3 afleveringen had ik een miljoen kijkers en ja, het was dus een onwaarschijnlijk succes in heel Vlaanderen. En dat is het dan ook gebleven, tot 175 afleveringen hebben wij opgenomen. En na 7 jaar dus is dat dan weggevallen. Maar ondertussen heb ik dan nog ander werk gedaan, tv-werk. Nou, maar het is allemaal te veel voor op te roepen. Maar ik heb daarover een boek geschreven en daarin kunt je nu alles vinden. Kijk, ik neem er één in mijn hand, blijf ik in de inzichten. Dus, kijk, en dat is de Jew heet die een boek. En daar staat in alles wat ik beleefd heb als in mijn acteursloopbaan. En met vele, vele, vele foto's. Ik heb ook, ja, dat vergeet ik nog te zeggen, ik heb in een film met de Funès meegespeeld. Als enige Vlaamse acteur ben ik daar, heb ik een rol gespeeld bij de Funès. Kijk, dat is een prachtig boek geworden, al zeg ik dat zelf. Eigenlijk of stinkt, maar wat kan mij dat schillig hoofdnoemtje? En dat is, dat ligt nu in de winkels, in de standaardboekhandel en in vele krantenwinkels en boekwinkels. Ja. En dat is te koop voor €25. Voilà. Maar dit is een heel mooi boek. Voilà, daar staat heel mijn carrière niet meer. Nee, hoofdnoemtje. Nou, kon jij van het filmen? Daar is je niks van mij. Oh, Riesje, laat vast die Riesje.